Het stuk wat ik net speelde komt uit De Levensgenieter. Dat is een solo kleinkunstcabaret, is het. Ja. De zaal zat goed vol, hè? Kon je het goed een beetje zien allemaal ook? Ja, af en toe kwam er een beetje zaallicht bij, maar het zat echt helemaal bommetje vol. Volgens mij was er geen enkele stoel meer vrij. Dus nee, heel leuk. Ja. Lekker om voor zo'n lekkere volle zaal te spelen. Ja. Want jij doet ook huiskameroptredens. Hoe gaat het in zijn werk? Ik ben ingeschreven bij HK Theater. Dat staat voor Huiskamertheater. En dan kunnen mensen eigenlijk voor een redelijk bedrag kunnen ze gewoon een huiskameroptreden boeken van een singer-songwriter of meer stand-up comedian of zoals ik meer kleinkunst. Het is eigenlijk heel cool, want je kan misschien wel je oma een cadeautje geven of als je zelf zegt, ik ben jarig, ik hou niet van feestjes, maar ik wil gewoon een optreden in mijn eigen woonkamer of in de tuin, hè, als het mooi weer is, dan kan dat dus. Dus dat is wel heel leuk, want je komt op hele verschillende plekken en het is heel intiem. En dat is als artiest heel leuk en volgens mij als publiek zijn is dat ook heel leuk. Ja, die jongen die daar bovenin zat, mag ik ook met je zaal in? Hoi, hoe gaat het? Bij mij gaat het goed, nog steeds. Ja? En wat is je naam? Mijn naam is Jimmy. Jimmy? Ja. Nou, Jimmy was die manier met zijn vrouw, of zo, hier in 42 jaar heeft opgebouwd. Doen wij gewoon in een minuut. Ja. Want het kan zo voorbij zijn. Ja. Jimmy, deze is voor jou. Nou, zo benieuwd. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ja, heel goed. Ik zie je niet meer zo goed, maar ik kijk nog steeds. Focus even daar, heel goed. Ik kijk nog steeds. Oké, Jimmy, deze is voor jou. Wij denken, vinden, weten en wij voelen. Wij geloven, mogen zijn van mening dat wij denken, vinden, weten en wij voelen dat wij één gedachte zijn. Smelten samen als chocolade fondue. Lekker smeug, lekker zoet, lekker klef. Echte lachers op je hand in de zaal. Wat vind je zelf de leukste grap? De leukste grap? Dat vind ik een verschrikkelijk moeilijke vraag. Maar wat ik hier bijvoorbeeld heel leuk vind, ik heb heel veel geïmproviseerd net en mijn zendertje stoorde steeds. Dus op een gegeven moment ging ik eigenlijk voor de lol heel hard gillen in mijn zendertje. Om een beetje de techniek een beetje op stang te jagen. En dat viel wel heel goed in de zaal. Dus dat vind ik wel heel leuk. Laten we het daarop houden nu. Ja, geen spoilers. Mijn allergrootste angst is dat ik een dag, 's ochtends, de deur uitloop en dat dan ineens een fucking grote galia meloen uit de lucht komt vallen, die precies bovenop mijn kop valt, waardoor ik buiten bewustzijn raak, en dat ik dan naakt wakker word bovenop een Zwitserse gletsjer, terwijl Roemeense zwerfhonden aan mijn genitaliën likken, en er 14 Frans ballers om me heen staan die een medley zingen van hun grootste hits. Straks kun je staan te kletsen, hè? En jouw toekomst is droom ook nog om avondvullend programma te maken. Hoe ver sta je daar al in? Nou, niet zo ver. Nou, ik heb wel ik heb een heleboel materiaal. Maar als ik avondvullend ga spelen, dan wil ik ook wel één boog maken. En echt, dan wil ik niet eens een soort van alleen maar korte fragmenten doen. Dan wil ik dat één boog is en één goede voorstelling is. Dus daar ben ik nog niet zo heel ver mee. Maar ik zit nu nog in het laatste jaar van de Theateracademie in Tilburg. En eigenlijk als ik daar klaar ben, dan zou ik me daar wel, dan hoop ik meer tijd te hebben, maar dat is misschien wel een illusie. Maar dan zou ik daar wel mijn pijl op willen gaan richten. En dan, wie weet, over een jaar of twee, ik noem maar iets. Maar ik wil eerst heel graag nog een paar festivals meedoen, een paar grote. En dan over 2 jaar met een aanvullend programma zien we je uiteraard hier in de Schalm, toch? Uiteraard, ja. Staat al in mijn agenda. Ja, zeker. Ja, ja, alles goed? Ja. Hoe heet u? Johan. Johan. En dat is jouw wederhelft, Johan? Ja. Scout in de zaal, zie ik, mevrouw. Ja.
Ja, inderdaad. De jas over je heen getrokken. Ja, ja, jullie zijn het zetje samen. Hoe lang al? Ja, dat is mooi, hè? De man weet het nooit. Dat klopt. Dat is logisch, want het boeit ons niet. Ja, we zijn al samen, hè? En als het kapot is, is het kapot. Maar de vrouw die weet precies hoe lang. Hoe lang is het ervan? Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat zou ik ook zeggen. Ik ben nu zeven jaar ben ik nu bezig. Maar ik vind het gewoon leuk om te spelen. Als mensen me vragen en het komt uit, dan doe ik het gewoon. Of ik nou jonge hond ben of oude rot in het vak. Het maakt mij niet uit. Mensen kunnen bepalen aan de humor die ik breng. Hoe ze het ervaren hebben. En of ze nou een jonge hond is of laat maar een jonge hond zijn. Hoef ik ook niet veel te bewijzen, toch? Ik wil een handdoek pakken in de douche. Wat gebeurt er? Ja, de vrouwen die nemen altijd de handdoek mee. En ze hangen nooit een handdoek terug. Jij bent er ook zo in. Die winkelen ze dan hier helemaal op die haar heen. En dan lopen ze naakt door het huis en ze hangen nooit de handen terug. Je bent inmiddels op televisie, staat in het theater. Wat vind je eigenlijk het leukste van dit werk allemaal? Ja, theater toch, ja. Omdat mensen speciaal voor jou komen. En op tv zetten mensen misschien net langs of zijn niet de echte fans. De echte fans komen naar het theater en die kopen een kaartje. Maar tv, je hebt een tv-abonnement, dus ja, je hoeft alleen maar op een knopje te drukken. En dus het is niet je hebt niet die feeling wat je in een theater hebt. Een theater is echt theater is heel persoonlijk. Je kan een grap vertellen op je eigen manier, op je eigen tempo. In tv heb je zoveel regeltjes en wordt ook gesneden. En hier wordt niet gesneden, het is puur. En daar vind ik het wel lekker. Ik had het dichtgetrokken en ik heb met zo'n twee pilletjes. En ik was op zoek een veilige locatie. Ik heb een locatie gevonden. Ik kijk nog links, rechts. En ik laat me vrij lopen. Ik was op dat moment zo zeker van mijn zaak dat ik iemand schroette tussendoor ook nog. Hey, alles goed. Op dat moment ben ik klaar van deze locatie en ik vertrek heel gauw daar. Want dat is Tsjernobyl. Dan moet er niet staan. Vertrek van die locatie. Maar toen kwam ik er dus achter, die rust is nog lang niet klaar met jou. Want ik plak nog zeker 6 meter achter jouw kont aan. En sinds die dag sta ik bekend als die steekneger in de hutkenmul. Houdoe.